Goedemorgen, welkom bij deze vlog. Leuk dat je kijkt. Ik zit in de auto en ik ben op weg naar ons nieuwe huis, want vandaag gaat de verbouwing beginnen. Ik ben al een half uur onderweg en ik ben denk ik nog geen kilometer bij ons appartement vandaan. Er staat een dikke file. Ja, dus ik baal een beetje. Ik moet om 9 uur bij het huis zijn. Het is 8:30 en ik ben dus echt nog niet ver weg. Ik ben zo benieuwd naar wat er deze week gaat gebeuren. Ik denk dat er echt geknald gaat worden. Dat heeft de aannemer in elk geval gezegd. Dat hij lekker aan de slag gaat. Dat hij zorgt dat er veel mensen zijn om te helpen. Ik hoop dat hij blij is met het afgeplakte gedeelte wat we hebben gedaan dit weekend natuurlijk. En het sloopwerk. Dus we gaan een mooi ritje maken vandaag naar onze nieuwe woonplaats. Of naar mijn nieuwe woonplaats. Ja, ik ga een mooi ritje maken naar onze nieuwe woonplaats. Ik zei het eigenlijk al. En dan lekker aan de bak vandaag. Dus let's go. Oh, het is groen zo waar, jongens. Rijden. Woehoe. Nou, timing! Nou, even voor het licht. Ik ben net op tijd gezien dat mijn vakman aankomen, dus we gaan beginnen. We hebben jongens van vandaag. Ja, dat is voor jullie. Ja. Yes. Oké, okay. Nou mooi. Oh, dat wel. Wat kijk eens even, wat leuk. Let's see. Dat gaat. Welkom. Oh jongens. We zijn begonnen. Het is echt te ver. Je hoort het al in het huis. Gek huis man. Keihard getimmerd. De muren worden gesloopt, de badkamer wordt leeggeplunderd. Water is afgesloten. Oh, het is echt ook een heerlijke dag, volgens mij kwart voor 8 ligt. Blauwe lucht buiten en deuren lekker open in huis. Het is niet eens zo koud. Ja, ik heb mezelf hier geïnstalleerd. Lekker aan het werk. En ja, mocht er wat zijn, iets overleggen, dan ben ik hier om de hoek. Ja, we gaan een lekker dagje van maken. En ik ga af en toe gewoon even boven gluren, wat er aan de hand is. Maar ze zijn even met z'n vieren bezig, dus volle bak. Telefoon op. Noise cancelling. Nou, dat is geen overbodige luxe in het huis vandaag. Er gebeurt zoveel boven. Die muren slopen, de badkamer is helemaal leeg, de tegels worden eraf gehaald. Het is echt een wereld van verschil. Ze gaan zo hard met z'n vieren. Het is heel tof om een proces aan te doen. Laatste vakman had net het huis uit en kijk eens wat ze achterlaten in onze tuin. Het is echt een berg hoor. Onze aannemer zei van ik hoop dat dit allemaal in de container gaat passen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel moe ben. Ik heb niet eens zo heel veel echt gedaan natuurlijk. Die mannen die hebben de hele tijd lopen slepen en slopen. De eerste dag zit er gewoon op. Een mijlpaal wat mij betreft. Ik ben echt blij dat we dit doen. Het is echt een goede keuze geweest. Al is het echt een freaking troep in huis nu. Maar ik zal je even boven laten zien. Ik is eventjes aan. Ze doen het wel netjes hè. Ze hebben echt helemaal geveegd nog hier. Ik krijg wel een leuk beeld van hoe het eruit komt te zien. Want dit wordt dus onze badkamer met een losse wc hier aan deze kant. Ik loop nu mijn nieuwe slaapkamer in. Oeh. Heel prettig.
Niet verwacht dat ze vandaag ook al muurtjes zouden neer gaan zetten. Die is nog aan. Volgens mij kan ik die weer uit doen. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Het is mijn avontuur. Het is inmiddels donderdagochtend en ik ben weer in het huis. Ik ben er gisteren niet geweest. Het is echt een wereld van verschil, jongens. Ze hebben hier achter mij helemaal de frames van de muren opgebouwd. Je ziet de grootte van de douche. Je ziet hoe groot het toilet wordt. En ja, het begint echt vorm te krijgen al. Dit is wel heel cool. Het past ook allemaal mooi. Het is echt... Verbaasd van wat ze allemaal kunnen neerzetten. Echt, nu die muurtjes omhoog gaan, zie je echt heel goed hoe de badkamer en de wc eruit komen te zien. En ja, we zijn echt heel blij met hoe het eruit komt te zien nu al. Ik ga lekker naar huis. Lekker de warmte opzoeken en thuis nog even verder werken. Het is zaterdag en we zijn lekker op weg naar ons huisje. Sterker nog, we zijn er al. Waar zijn al die dingen van? Hier is een wc, is geleverd. Daar is flush. En een kraan, man. Oh, echt? Oh, ja, inderdaad. Oeh. Oh, je moet wel janken. Het is al een mooie kraan. Oh, mooi. Hier, dit is voor het bad. Ja. Kijk, dit komt dan op het bad. Leuk, man. Ik ben echt heel benieuwd naar boven. Nou, ik vind het wel fijn om weer hier te zijn. Ik ben een paar dagen niet geweest. En dan toch even weer... Hier rondlopen is toch wel lekker. Oh! Jeetje! Zo, we hebben gewoon een badkamer. Oh, cool dit zeg. Kijk zo dan. Mooi. Oh, maar wat vet jongen. Dit is echt de badkamer gewoon. Oh, dit is groter dan ik dacht. Want hier sta je dan dit. Kijk hoeveel ruimte er is. Kijk, een mooie douche. Oh, dit is wel echt heel mooi. Zo, dit is super mooi, man. Oh, dit is wel heel mooi. Hier komt het bad. Ja, hier moet je nagaan, jongen. Hé, dat is echt veel groter dan ik dacht. Maar het is maar goed dat we dan een kleiner bad ook gaan. Niet echt van 1,80 of zo. Jongens, dit is wel echt zo vet. Ik heb het gewoon een week niet gezien. En dan staat er opeens gewoon van de 3D-tekening naar het echt. Een badkamer. Bizar. Hier, die zijn er. Hey, eindelijk de toilet. Ja. Ja. Hey, het is een lekker keukentje, man. Ja, weet je wat leuk, hè? Ja. Doe afzuigen gaan. Hey. Nee! Wat had dat nou gedaan? Wat is dat? Hij gaat niet op het systeem. Ja, dus wat er niet moet, is er afzuigen, moet nu omgezet worden naar buiten. Ja, tuurlijk. Ja. Helemaal mooi aangeplakt. Mooi. Ja. Lekker groot. Ja. Heel gaaf. Ja, wel leuk uitzicht. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja. Ja. Nou, Jordi pakt nog even de kop uit. En ook een handdoesje. Ja. Nou, Jordi's natte droom. Kijk dan even. Dit is wel heel nice, zeg. Moet je kijken wat een ding, man. Het is echt aardig groot, Jordi. Oh, dit is wel heel vet. Ja, ja, dat is wel mooi, man. Het is zo leuk om het huis te laten zien. Het komt daardoor echt wel meer voor ons. Dat hij meer is. Ja, Kees en Jordi zijn super. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Want als je een huis hebt gekocht en je bent aan het verbouwen, dat mensen blij zijn met de ideeën die je hebt gemaakt. En dat ze snappen waarom je dingen doet. Dus dat is super leuk. Kees en Jordi zijn weer weg. En we hebben alle doosjes, moet je kijken. Allemaal even bekeken. Oh, cadeautjes! Het is echt leuk om te zien, jongens. Ik ben blij dat hier spullen komen. En zo leuk om te zien hoe de nieuwe indeling van de badkamer eruit komt te zien. Het was een goede week. Ja. Het is echt hard gewerkt. Zoveel gebeurd. En dit belooft heel veel goed. Ja. Dus in de volgende vlog ga je zien hoe het verder gaat. Dus ik hoop dat je dan ook weer kijkt. Leuk dat je naar deze hebt gekeken. En dan zien we je gauw weer. Much love!